Mevrouw de rector magnificus, meneer de decaan, leden van het curatorium van de bijzonder leerstoel Custom & Media, leden van het bestuur van de stichting Leerstoel Custom & Media, zeer geachte toehoorders. Het zijn boeiende tijden voor iedereen die zich bezighoudt met media en de manier waarop bedrijven en consumenten deze inzetten. Ga maar na. Rond de tijd dat Edith Smit, mijn voorganger op deze leerstoel, haar oratie uitsprak in september 2007, werden net de eerste iPhones verkocht. De iPhone. Eentje vooruit. De iPhone, die moest je met je vingers bedienen, had Steve Jobs ons eerder dat jaar verteld. Facebook had in de zomer van 2007 30 miljoen leden. In Nederland meldde Hives enkele maanden eerder dat de grens van 3 miljoen gebruikers gepasseerd was. Hives oprichter Raymond Spanje schatte dat verder groei mogelijk was tot 5 à 6 miljoen leden. Twitter ging van start in 2006. In 2007 werden wereldwijd 5000 tweets per dag verstuurd. Tijdens oratie van mijn voorganger waren dat over de gehele wereld van 150. Begin 2008 werd Twitter door 80 Nederlandse communicatieprofessionals verkozen tot grootste flop van 2007. Zelf heb ik me eind 2007 aangemeld op Twitter. De eerste indruk was blijkbaar niet zo bijzonder. Sterker nog, ik kan me niet eens herinneren dat ik mij heb aangemeld. Mijn eerste tweet kwam pas anderhalf jaar later, in april 2009. 4 jaar en 1 oratie later zijn er 130 miljoen iPhones verkocht. Dagelijks wordt 500.000 toestellen in gebruik genomen die draaien op Google's Android. En tussendoor kwam in 2010 de iPad. Daarvan zijn wereldwijd inmiddels 62 miljoen verkocht. Al deze apparaten hebben we, zoals ik gisteren, onder andere gebruikt om 500 miljoen keer Angry Birds te downloaden, daar 200.000 mensen jarenlang mee te spelen en 400 miljard boze vogels mee te lanceren. Facebook is in die 4 jaar doorgegroeid tot 800 miljoen actieve gebruikers en is inmiddels zo groot als het gehele internet in 2004. Hives is er 10 miljoen leden voorbij en er worden per dag 215 miljoen tweets verstuurd. Tijdens mijn oratie zijn dat er iets meer dan 7 miljoen, stukken meer dus dan de 150 tijdens de oratie van Edith Smit. Het mogen duidelijk zijn, het medialandschap is in de afgelopen 4 jaar drastisch en in een duizelingwekkend tempo veranderd. En dat terwijl al zoveel veranderd was in de jaren daarvoor. Het leven van consumenten speelde zich ook toen al steeds meer online af. En die trend heeft zich voortgezet. Volgens de laatste multichannel monitor stegen online aankopen van 22% in 2010 naar 31% in 2011. Online oriëntatie steeg van 41% naar 47% en doorslaggevende oriëntatie van 25% naar 31%. Over productaankopen, de eerste ervaringen die we met deze producten opdoen, er wordt steeds vaker online gepraat. Zo worden de ervaringen die we opdoen met software aankopen in 18% van de gevallen online gedeeld. Nou, over dit laatste getal hebben we het vandaag vooral als we het hebben over consumenten in een sociaal medialandschap. Consumenten hebben tegenwoordig eigen mediakanalen en gebruiken die massaal om merkervaringen te delen. Geschat wordt dat de huidige 250 miljoen tweets per dag dagelijks 10 miljoen meningen over merken, producten en diensten bevatten. In toenemende mate is er bewijs voor de invloed van al deze meningen. Recent is een aantal studies, vooral in marketingtijdschriften, verschenen, waarin de mate waarin de manier waarop een merk in sociale media genoemd wordt, werd gerelateerd aan verkoopcijfers. Deze studies laten bijvoorbeeld effecten zien op de verkoop van cosmetica en van elektronica. Nu zou het kunnen dat sociale media alleen maar zichtbaar maken wat zich eigenlijk allemaal offline afspeelt en niet een eigenstandig effect hebben. Dat is deels waar, maar deels ook niet. Een recent onderzoek naar de effecten van reviewsite Yelp op restaurantomzet. Is wat dat betreft interessant. Gebruikers van Yelp kunnen restaurants sorteren
op basis van hele of halve sterren, terwijl de daadwerkelijke gemiddelde beoordelingen in 2 cijfers achter de komma beschikbaar zijn. Het onderzoek laat zien dat restaurants die niet meer dan 0,10 verschillen in de gemiddelde beoordelingen, maar die uitkomen op een score net onder of net boven het afrondingspunt, bijvoorbeeld een 3,23 versus een 3,26, van elkaar verschillen in de omzet. En dit effect, en dat gaat om 9% voor 1 extra ster in Yelp, is dus vooral het resultaat van de manier waarop Yelp werkt en niet van wat anders. Reden genoeg voor organisaties om zich hiermee te gaan bemoeien. De grote vraag is alleen hoe. Hoe kunnen organisaties binnen dit medialandschap een boodschap aan de man brengen? Wie daar binnen over een organisatie over na moet denken, moet in ieder geval over 2 zaken een besluit nemen. De content die online wordt gezet en de interactie met consumenten die vragen stellen, problemen signaleren en soms grappen uithalen met datgene wat jij gepost hebt. Online content heeft interactie nodig. In EdgeRank, dus het algoritme dat door Facebook wordt gebruikt om te bepalen welke content bovenaan in de updates komt te staan, is affiniteit, affinity, een belangrijk criterium. En die affiniteit die wordt bepaald door de mate van interactie tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties. Een organisatie die content plaatst, die weinig reacties uitlokt, zal op basis van EdgeRank moeite hebben om die content op een goede plek in de Facebook-updates te krijgen. Voor bedrijven die vooral gewend waren met klassieke reclamecampagnes te communiceren, is EdgeRank en alles waar het voor staat een uitdaging. Hoe krijgen zij consumenten toe zich vrijwillig bloot te stellen aan hun content en met die content de interactie aan te gaan? Reclame is daarvoor niet zo geschikt. 47% van de Nederlanders vindt tv-reclame vreselijk. Slechts 2% vindt tv-reclame prima. In een onderzoek onder Europese consumenten vond 79% dat er te veel reclame op tv was. Deze mensen die zullen zich niet vrijwillig blootstellen aan reclame. Het hoge bereik van reclame komt vooral tot stand door daar aanwezig te zijn waar consumenten er niet of maar heel moeilijk omheen kunnen. Het is ook twijfelachtig of reclame aanzet online tot online conversaties over producten. Binnen sommige productgroepen is in onderzoek een positieve samenhang tussen reclamevolume en online word of mouth gevonden. Anderen vonden negatieve effecten van reclame. De combinatie van teveel reclame, het versplinterde mediagedrag ook van consumenten, de irritatie over reclame, reclamesepsis en reclamemijding suggereren dat de effectiviteit van reclame in de loop der jaren is afgenomen. Dat lijkt inderdaad het geval volgens een recente meta-analyse. Daar waren zowel de korte als de lange termijn opbrengsten van een euro reclamegeld in de periode 1960 tot 2008 bijna de helft lager dan een eerdere onderzoek waar alleen data van voor 1980 werden gebruikt. Het antwoord van organisaties lijkt gezocht te worden in de inzet van steeds meer eigen media. In de recente en veel aangehaalde indeling van verschillende mediasoorten die worden ingezet door bedrijven, worden betaalde media, dus reclame, eigen media van organisaties en verdiende media, de aandacht die je krijgt in sociale media, door derden, onderscheiden. De voorzitter van de Bond van Adverteerders verzag kort geleden een verschuiving in de verhouding betaalde media versus eigen en verdiende media van 80-20 naar 20-80. Van reclame dus naar een combinatie van eigen media en sociale media. De leerstoel Customer Media die ik vandaag met deze oratie aanvaard, richt zich op onderzoek naar en onderwijs over de inzet van eigen media door organisaties. De producenten van Customer Media slagen er al lang in om consumenten te verleiden vrijwillig content tot zich te nemen die een marketing- of communicatiedoelstelling heeft. Dat gebeurde tot niet zo lang geleden voor het overgrote deel door middel van relatiebladen. Toen ik mijzelf in januari 2010 in het sollicitatiegesprek voor deze leerstoel introduceerde, ging mijn verhaal voornamelijk over tweets en mentions en updates. De eerste vraag na afloop van mijn presentatie was: weet je wel dat wij bladen maken? Dat de keuze uiteindelijk toch op mij is gevallen, laat zien dat customer media ook binnen de sector zelf steeds meer wordt gezien in het licht van dat digitale en sociale medialandschap dat ik hierboven heb omschreven. Kenmerkend voor custom media is dat het gaat om redactionele media, gemaakt vanuit een marketing- en communicatiedoelstelling en gericht op bestaande en potentiële klanten. Kenmerkend is steeds minder dat het in de vorm van een blad komt. Ik zal een aantal voorbeelden laten zien. De Rabobank heeft een tijdschrift dichterbij, heeft een tv-kanaal Rabo TV en online communities voor startende ondernemers en ZZP'ers op ikgastarten.nl. Volkswagen heeft DAS, een magazine voor de iPad, en brengt verschillende iPad-games uit, zoals deze. Care Schadeservice heeft op RTL 7 een eigen tv-programma, dat heet Helden op de Weg.
KLM heeft naast het InFlight magazine Holland Herald, een online magazine iFly, een eigen Facebookpagina en een Twitter-account. Het Schilders Pensioenfonds, BPF Schilders, heeft op blikinjepensioen.nl een online game genaamd Pimp the House. De ING heeft het relatieblad Mijn Geld, maar heeft ook een crossmediaal voetbalplatform Jonge Leeuwen met een website, games, een Hives community en ook nog een tv-programma. Albert Heijn heeft het blad Alle Handen in een oplage van 2,1 miljoen, heeft de Appie-app die we hier zien en heeft de Alle Handen website waar allerlei recepten op te vinden zijn. En tot slot, Unilever heeft heel veel, maar heeft ook Unomi. En Unomi is een online community met content van Unilever, maar vooral van consumenten zelf. De verschillende voorbeelden laten zien hoezeer customieren zijn veranderd in de afgelopen jaren. Recent onderzoek van Suzanne de Bakker leidde tot een schatting van 16.000 custom media titels, gemiddeld 3,5 titel per merk. 42% van deze titels betrof een relatieblad, terwijl dat eerder in 2005 nog 60% was. Omdat echter het aantal titels in zijn geheel, inclusief digitaal, sterk toeneemt, lijkt er eerder sprake van te zijn dat er naast print meer digitale kanalen komen, dat het aantal printtitels verdwijnt. Bij media gericht op consumenten is print nog zeer aanwezig. 73% van de titels gericht op consumenten betreft een tijdschrift, aldus onderzoek van branchevereniging SMIN. Via relatiebladen wordt content geleverd die alleen maar werkt wanneer consumenten zich daar vrijwillig aan blootstellen. Als we daarop willen weten of en hoe content die afkomstig is van de merk of organisatie zowel boeiend kan zijn voor sceptische consumenten als effectief voor de afzender, vormen relatiebladen een interessant onderzoeksobject. Na de effectiviteit en werking van custom media is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, en zeker wanneer we dat vergelijken met reclame. De zoekterm advertising levert binnen de wetenschappelijke database Web of Science 17.000 hits op. De zoekterm custom media geen enkele. Ook de zoekterm content marketing, en dat is de term waarmee custom media bureaus zich steeds vaker presenteren, levert binnen Web of Science geen enkele hit op. Op Google leveren custom media en content marketing daarentegen 11 miljoen en 26 miljoen hits op. Duidelijker kan het gat tussen wetenschap en praktijk en daarmee het nut van deze bijzondere leerstoel niet geïllustreerd worden. Gelukkig gebeurt er meer aan onderzoek dan dat wat er binnen Web of Science genoteerde bladen gepubliceerd wordt. Zo zijn er de nodige onderzoeken gedaan waarin lezers gevraagd worden naar een mening over de relatiebladen die ze ontvangen. Uit onderzoek van Bart Klein in 2008 blijkt dat relatiebladen massaal gelezen worden. 85% van de supermarktbladen en 72% van de bladen van een zorgverzekeraar worden gelezen. Nederlanders besteden gemiddeld 20 minuten aan het lezen van een relatieblad. En de waardering die varieert tussen een 6,2 en een 7,5. Die cijfers die zeggen iets over de kwaliteit van relatiebladen en weerspreken het veelgehoorde geluid dat de meeste relatiebladen ongelezen de papierbak ingaan. Onderzoek waarin het lezen en waarderen van het blad wordt gerelateerd aan merkwaardering laat een duidelijke samenhang zien. In haar oratie rapporteerde Edith Smit een tweetal van dergelijke onderzoeken. En het lezen en waarderen van de relatiebladen van de Rabobank en van Natuurmonumenten, Dichterbij en Natuurbehoud heten ze, hing positief samen met de binding aan deze organisaties. Jos Schijns deed onderzoek onder meer dan 11.000 ontvangers van relatiebladen in verschillende sectoren. En lezers van verschillende bladen liet zien dat lezers van relatiebladen in vergelijking met niet-lezers meer binding ervaren en positiever zijn over het merk Imago. Relatiebladen worden dus positief gewaardeerd en waardering van het blad hangt positief samen met waardering van het merk. Dat is belangrijk om te weten, maar daarmee zijn we er nog niet wanneer we effecten willen aantonen. We weten immers niet of er eerst merkwaardering is en dan bladwaardering of dat het andersom gaat. Slechts enkele onderzoeken komen verder met deze belangrijke kip-en-ei-vraag. Het meest aangehaalde bewijs voor de werking van custom media is het onderzoek dat Milward Brown uitvoerde in opdracht van de Engelse brancheorganisatie APA. In dit onderzoek werden voor verschillende tijdschriften 200 ontvangers vergeleken met 100 niet-ontvangers. Ontvangers van het blad waren positiever over het merk dan niet-ontvangers. Het APA-onderzoek is echter geen wetenschappelijk onderzoek. De data en gedetailleerde informatie over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd zijn niet toegankelijk voor derden. Ik heb slechts één wetenschappelijk en gepubliceerd onderzoek gevonden naar de effecten van ontvangst van een relatieblad op basis waarvan je iets kunt zeggen over die belangrijke kip-ei-vraag. Sommige deelnemers in dit onderzoek hadden door omstandigheden minder issues van het blad ontvangen dan anderen. Uit het onderzoek bleek dat klanten die meer issues van het blad ontvangen hadden, daarna iets winstgevender waren. Ze kochten meer in het jaar daarop.
dan klanten die minder issues ontvangen hadden. Dat effect ging vooral op voor loyale klanten. Het schaarse wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van relatiebladen wijst dus in de richting van positieve effecten. En dat laat ook zien dat het mogelijk is om content te produceren vanuit een marketing- of communicatiedoelstelling die vrijwillig en langdurig geconsumeerd wordt. Wat we uit deze onderzoek echter niet leren, is welk type content verantwoordelijk is voor deze positieve uitkomsten. Een belangrijke vraag is vooral welk type content customer media, ondanks het evidente eigenbelang van de afzender, geloofwaardig maakt. Content die afkomstig is van iemand met een duidelijk eigenbelang wordt immers in het algemeen argwanend bekeken. De makers van customer media staan dus voor de taak met content te komen die verleidelijk is voor de ontvanger, maar tegelijk het doel van de zender dient. Deze ogenschijnlijke spagaat is terug te zien in verschillende beschrijvingen van content marketing. En in deze door Joe Pulizzi van content marketing, die het omschreef als the art of communicating with your customers and prospects without selling. Instead of pitching your products or services, you are delivering information that makes your buyer more intelligent. Twee aspecten vallen op in deze omschrijving. Ten eerste de kunst van het communiceren zonder te verkopen. Die wordt in de praktijk van relatiebladen vooral ingevuld door promotie en redactionele content van elkaar te scheiden. De mate waarin redactionele content en promotie vermengd zijn, heeft inderdaad een belangrijk effect op de lezer. Zo blijkt uit recent onderzoek van mijn UvA-collega Eva van Rijmerstal. Een blad waarin het merk meer geïntegreerd is in de redactionele content, wordt als minder geloofwaardig beschouwd. In het afgelopen jaar begeleid ik een scriptieonderzoek van Marjolein van der Kolk naar de vraag of informatie uit een relatieblad ook net zo geloofwaardig zou kunnen zijn als die uit een publieksblad. Voor het onderzoek werd een artikel uit het blad Mijn Geld van de ING genomen. Mijn Geld, het ziet er zo uit, is een blad dat ING-klanten informeert over allerlei zaken die met persoonlijke financiën te maken hebben. Het artikel dat in het onderzoek gebruikt werd ging over de vraag hoe ouders en kinderen financieel kunnen helpen bij het kopen van een huis. In samenwerking met mediapartners werd dit artikel van een Elsevier layout voorzien. Ook de bron van de informatie in het artikel werd gevarieerd. In de ene versie kwam een financieel journalist aan het woord. In de andere versie een belastingadviseur, of een verzekeringsadviseur moet ik zeggen, van de ING. Op die manier ontstonden vier versies. Elsevier, waarin een financieel journalist aan het woord komt. Elsevier met een ING-medewerker, een belastingadviseur zie ik nu. Mijn Geld, oorspronkelijke artikel met een financieel journalist, en Mijn Geld met een ING-medewerker. Het zijn heel kleine verschillen, je moet goed opletten. Komt die nog een keer? En zo nog een keer. Deelnemers aan het onderzoek die kregen willekeurig één van deze vier verschillende versies te lezen. Hierna gaven ze aan hoe geloofwaardig zij de informatie in het artikel vonden. Dat bleek vooral af te hangen van wie er aan het woord kwam en niet van het blad waarin het artikel stond. Er waren geen verschillen tussen Elsevier en mijn geld. Kwam er echter een ING-medewerker in plaats van een financieel journalist aan het woord, dan werd het artikel minder geloofwaardig gevonden, maar vooral door deelnemers aan het onderzoek die geen ING-klant waren. Deze laatste bevinding is nieuw. Klanten reageren blijkbaar minder streng op vermenging dan niet-klanten. Vooral bij niet-klanten maar communiceren zonder te verkopen geloofwaardig, zo mogen we concluderen. En de mate van geloofwaardigheid hoeft dan zelfs niet onder te doen voor die van een publieksblad. De omschrijving door politie van content marketing kende naast het communiceren zonder te verkopen nog een tweede interessant element. Informatie leveren die de koper intelligenter maakt. Veel relatiebladen doen precies dat. Allerhande maakt van klanten betere thuiskoks en Mijn Geld brengt klanten van ING kennis bij over persoonlijke financiën. Het intelligent maken van klanten wordt in de academische literatuur wel betiteld als klanteducatie, customer education. Klanteducatie-effecten zijn vooral onderzocht in het kader van klantcontacten met organisaties. In het onderzoek bij een financiële dienstverlener werd klanteducatie omschreven als de door klanten ervaren bereidheid van medewerkers om financiële concepten uit te leggen en klanten in te lichten over de voor's en tegens van financiële keuzes die zij moeten maken. Onderzoek laat zien dat het loont om klanten te onderrichten. Klanten die het gevoel hebben dat de productkennis die ze hebben afkomstig is van een dienstverlener, voelen zich meer betrokken bij en loyaal aan deze dienstverlener. Vertrouwen deze meer en ervaren ook een hogere productkwaliteit. De vraag is of een relatieblad met een educatieve inslag ook in staat is om klanten het gevoel te geven dat zij goed worden voorgelicht. Onderzoek onder klanten van Nuon suggereert dat dit mogelijk is. Samen met Nuon en Mediatest deden wij onderzoek naar de effecten van het ontvangen van de Nuon Seizoensgids. De Nuon Seizoensgids
hier te zien, is een relatieblad met een oplage van 1,7 miljoen inmiddels en met veel informatie over zaken die met energie te maken hebben. In het onderzoek werd een seizoensgids gestuurd naar 20.000 klanten die het blad eerder ook al ontvingen. Maar niet meer naar een controlegroep die het blad eerder wel ontvangen had. Een derde groep van 20.000 klanten had het blad nooit eerder ontvangen, maar ontving het nu in het kader van het onderzoek wel. Deze groep werd vergeleken met de controlegroep die het blad nooit ontvangen had en het ook nu niet toegestuurd kreeg. Dus dit is het design van het experiment. Dat experiment loopt inmiddels gedurende 2 issues van het blad. En beide keren zijn steekproeven uit die 4 groepen genomen. Een week na ontvangst van het blad zijn deze benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Aan hen werden de vragen over klanteducatie voorgelegd die ook in eerder onderzoek werden gebruikt. In figuur 1 en 2 staan de schaalscores van de oude en de nieuwe ontvangers en van hun controlegroepen. In beide figuren zijn de klanteducatiescores van de klanten die het blad ontvangen en lezen, dat zijn de groene balkjes, duidelijk hoger dan die van de klanten in de controlegroepen of klanten die het blad wel ontvangen, maar niet gelezen hadden. Omdat ontvangst van het blad willekeurig werd bepaald, mogen we stellen dat het al dan niet ontvangen van het blad de oorzaak is van een deel van deze verschillen. Had de groep niet ontvangers het blad wel ontvangen, dan was een score ergens tussen die van de lezers en de niet-lezers ingeweest. Tegelijk is lezen wel belangrijk. Niet-lezers verschillen niet van niet-ontvangers. De inhoud van een blad doet er dus toe en het is zaak om zoveel mogelijk klanten te verleiden om het blad daadwerkelijk te openen en te gaan lezen. Wat verder opvalt in deze figuren 1 en 2 is dat de winst van het ontvangen van het blad voor de nieuwe ontvangers, in figuur 2, ongeveer even groot is als het verlies bij het niet meer ontvangen van het blad. Klanten die het blad niet meer ontvangen verschillen niet van klanten die het blad nooit ontvangen hebben. Het effect van ontvangst van het blad kalft dus na verloop van tijd af en wordt hersteld wanneer een nieuw blad in de bus valt. Het op peil houden van een positieve merkwaardering en een goede relatie met klanten vraagt dus periodiek onderhoud en een blad als een seizoensgids speelt daarin een rol. Het onderzoek onder nieuwe klanten laat goed zien dat ontvangst van het relatieblad klanten het gevoel kan geven dat een organisatie een goed en op een objectieve manier informeert over zaken die voor hen van belang zijn. Het wordt nog interessanter wanneer aan een klanteducatiestrategie tools worden toegevoegd, zoals nu onder recent met de e-manager, die je leert om je eigen energieverbruik in kaart te brengen en te reguleren. Of bij de ING TIM, de online tool die ervoor zorgt dat je ziet wat er inkomt op je rekening en waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. De effecten van een seizoensgids die vinden plaats binnen een grote groep klanten. Het bereik van een seizoensgids is meer dan 50% onder de groep die je toegestuurd krijgt. Van degenen die het blad openen, leest meer dan 70% de helft of meer van alle artikelen. Die bereikcijfers zijn niet gemakkelijk te realiseren in digitale customer media. Zo laat recent onderzoek van Jos Schijns en Edith Smit zien. Van het tijdschrift van een cosmetica-merk dat zowel offline als online verscheen, werd de printversie door 64% gelezen, de online editie door 24%. Het digitale blad werd ook minder vaak aan anderen doorgegeven. 20% tegen 47% in de printeditie. De leestijd van het digitale blad was met 12 minuten de helft van die van de printeditie. Toch lijkt het alsof print steeds meer uitleg nodig heeft wanneer je dat onder wil brengen in een mix van communicatiemiddelen. Print zou dood zijn. En de veronderstelling lijkt te zijn dat de waarde van print minder wordt vanwege wat online allemaal mogelijk is tegenwoordig. Ik zie daarvoor met de cijfers over relatiebladen in de hand geen goede argumenten. Wel zal de toenemende inzet van digitale custom media ervoor gaan zorgen dat print meer als onderdeel wordt gezien van een veel breder arsenaal aan media. Print is daarvoor geschikt, omdat het minder snel als opdringerig wordt ervaren dan communicatie via andere kanalen. Communiceren via meerdere kanalen, bijvoorbeeld via print, telefoon, e-mail, Facebook tegenwoordig, kan als storend worden ervaren door klanten en heeft in een recent onderzoek ook een aantoonbaar negatief effect gehad op aankopen van klanten. Tegelijk zijn multi- of crossmediale campagnes steeds gebruikelijker, omdat ze vaak effectiever zijn dan campagnes met maar één communicatiekanaal. Dan zien we bijvoorbeeld het recente onderzoek van UvA-collega Hilde Voorveld daarover. Een middel met een hoog bereik, maar geen storende effecten, kan in dergelijke multi- of crossmediale campagnes een belangrijke rol spelen. In de vorm van relatiebladen wordt, en daarvan hoop ik nu op dit punt overtuigd te hebben, al jarenlang content geleverd die precies doet wat nu online onder het label content marketing zo belangrijk wordt gevonden.
Er wordt gecommuniceerd zonder te verkopen, klanten worden slimmer gemaakt en er zijn aanwijzingen dat het gunstig is voor degene namens wie het blad wordt verzonden. Bladenmakers zijn van oudsher goed in het ver vooruit plannen en vervolgens produceren van content binnen een bepaalde, van tevoren bepaalde formule. Ook dat is een vaardigheid die belangrijker wordt nu organisaties meer gaan nadenken over contentstrategieën. De vraag is of deze kennis en vaardigheden voldoende zijn om succesvol te opereren binnen een sociaal medialandschap. Ik denk dat er meer nodig is. Een aanwijzing daarvoor is dat relatiebladen en hun inhoud vrijwel niet genoemd worden in sociale media. Zelfs online magazines zijn maar beperkt aanwezig in sociale media. Dat wil niet zeggen dat ze niet gelezen worden, want verspreiding vaak via e-mail plaatsvindt. Maar de inhoud wordt maar weinig gedeeld. iKampioen, de online versie van Kampioen van de ANWB, een blad met een printoplage van 3,7 miljoen, wordt op Twitter vrijwel niet genoemd. Op de Facebookpagina van ANWB wordt er niet naar verwezen. In de week voorafgaand aan deze oratie keek ik hoe vaak Allehanda wordt genoemd op Twitter. Dat was gemiddeld 14 keer per dag, 100 keer in de week. Ter vergelijking, een zoekopdracht naar Albert Heijn of naar de koosnaam Appie van Albert Heijn levert ongeveer 1 tweet per minuut op. De sociale functie op allehanda.nl, waarmee recepten beoordeeld worden, wordt ook niet zeer vaak gebruikt. De top 10 van pasta als hoofdgerecht, ik heb mijn onderzoek gedaan vorige week, is gebaseerd op gemiddeld 34 beoordelingen per recept. En dat is niet veel gezien de oplage van 2 miljoen van Allehanda. Een sterkere aanwezigheid in sociale netwerken is wel te zien al bij KLM's iFly. Dat ziet er zo uit. KLM's iFly dat een Facebookpagina heeft die door meer dan 46.000 Facebookleden geliked wordt, leuk gevonden wordt. De 10 updates waar ik afgelopen week naar keek kregen gemiddeld tussen de 40 en de 50 likes. Het aantal reacties varieerde tussen 1 en 19. Dat is nog niet zo overtuigend. Interessant aan iFly is dat het ook door het KLM Facebook-account onder de aandacht wordt gebracht. KLM heeft meer dan 320.000 likes op Facebook en 180.000 volgers op Twitter en hoort niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten bij de voorlopers in de inzet van sociale media. Het heeft een vlucht genomen toen door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan duizenden KLM-klanten in de problemen kwamen. Twitter en Facebook ontwikkelen zich gedurende de asfaltprobleem tot het belangrijkste kanaal om met gestrande passagiers all over the world te communiceren. De basis van de aanwezigheid van KLM in sociale media is dan ook het helpen van klanten. Op termijn is het ondenkbaar dat de allermooiste content van een merk die voor een merk beschikbaar is, die voor een merk geproduceerd wordt, niet beschikbaar komt binnen sociale media. Het eigen tabblad van iFly binnen de KLM Facebookpagina is wat dat betreft een heel boeiend voorbeeld. Hier zien we een begin van hoe customer media en sociale media van elkaar profiteren. Customer media levert in de vorm van iFly content die sociale media, de Facebookpagina van KLM, boeiender maakt. De sociale media leveren de likes, de retweets en de comments die een online magazine helpen verspreiden. En die het boeiender, relevanter, vindbaarder en geloofwaardiger kunnen maken. We zien op de KLM en iFly Facebookpagina's allerlei grenzen vervagen die intern in veel organisaties nog heel scherp getrokken zijn. Op één klik verwijderd van iFly wordt klantenservice bedreven die bedoeld is om klanten te helpen, maar die ook een belangrijke PR-functie heeft. Een Facebook tabblad verder staan updates die vooral voor marketingdoeleinden dienen. Wat hier custom media is en wat iets anders is niet langer duidelijk. De reportages op iFly voelen als custom media, de Facebook updates van hetzelfde iFly al een stuk minder. Bij tweets of Facebook reacties gaat het over interactie die we tot voor kort zeker niet zouden scharen onder custom media. Maar intussen zijn bij KLM wel copywriters betrokken bij het schrijven van tweets. Grenzen vervagen vooral de toedoen van consumenten. Waar consumenten voorheen in callcenters klaagden over falende producten, op straat demonstreerden tegen maatschappelijk onverantwoord beleid van ondernemingen en op verjaardagsfeestjes vertelden over een nieuwe auto, doen ze dit nu alles online zonder zich te houden aan de intenties die een organisatie met een online platform heeft. Schelden, klagen en loven kan vanuit één en hetzelfde Twitter- of Facebook-account. En de Facebookpagina van een merk met leuke acties voor de mensen kan een plaats worden waar het merk wordt aangeklaagd wegens te weinig beenruimte, wegens de kap van tropisch regenwoud of vanwege cola met te weinig prik. Op tal van Facebookpagina's hebben we dat inmiddels zien gebeuren. In een boeiend artikel betitelde Fournier en Avery dit jaar merken in het sociale web als uninvited guests en party crashers. Merken, hun content en hun aanzetten tot interactie zijn lang niet altijd welkom in sociale media. Vaak wordt de content die merken plaatsen genegeerd. Soms ook wordt het merk mikpunt van consumenten, terwijl de bedoeling eigenlijk andersom was. Als content gedeeld wordt, gebeurt het vaak met een twist. Dan krijgt het dan lading die lang niet altijd is wat de marketeer ermee beoogd heeft. Waar bloggers worden ingezet in marketingcampagnes, bijvoorbeeld door zijn product gratis toe te sturen.
gaat het gebruik van het product en het bloggen daarover gepaard met de nodige kritiek of relativering. Veelal om de geloofwaardigheid binnen de eigen online gemeenschap overeind te houden. Wie met marketingdoeleinden in sociale media stapt, merkt erom al snel dat het handig is om de merkbeschermers van de PR-afdeling erbij te betrekken. En iemand vanuit klantenservice is ook wel handig. Lange termijn merken bouwen lijkt zo minder belangrijk te worden dan korte termijn verdediging van merken die maar steeds worden bekritiseerd en steeds worden geparodieerd. Een relatieblad komt via de brievenbus binnen in een veel rustiger omgeving dan online content in sociale media. Zeker binnen een Facebookpagina zijn tal van andere geluiden aanwezig dan die van het merk zelf. Die geluiden van anderen zijn invloedrijk. Wat anderen over je zeggen is geloofwaardiger dan wat iemand daar zelf over beweert. De invloed van consumentenoordelen is zelfs sterker dan een zorgvuldig opgebouwde merkreputatie, bleek uit onderzoek dat ik net met Sonja Oets heb gepubliceerd. De kans is groot dat content die van het merk zelf komt, genegeerd of geridiculiseerd wordt. Wie wil zien wat er gebeurt wanneer de inbreng binnen de Facebookpagina niet aansluit bij geluiden van consumenten die te horen zijn op die Facebookpagina, moet maar eens een kijkje nemen op de Facebookpagina van Nestlé. Daar wordt voor iedereen de deur wagenwijd opengezet, maar wordt vervolgens heel weinig gedaan met de inbreng van consumenten en activisten. Ik herinner mij een Nestlé paaseitjesactie midden in een protestactie die door Greenpeace in gang werd gezet. En die ervoor had gezorgd dat de pagina de facto in handen van activisten was en eigenlijk nog steeds is. Wie iedereen uitnodigt om langs te komen op Facebook kan niet heen om de geluiden die daar te horen zijn. Dat vraagt flexibiliteit en snelle actie van de makers van content voor de Facebookpagina. Het vraagt ook om een heel ander ritme dan dat van de bladenmaker. En waarschijnlijk ook om meer urgente content dan wat vaak in relatiebladen te vinden is. De bedoeling van de aanwezigheid in sociale media is een rol te spelen in het online gesprek. Content wordt boeiender en relevanter wanneer er iets mee gedaan wordt en het bereikt daarom meer consumenten. Maar wat brengt een gesprek op gang? Opvallend op veel Facebookpagina's is dat het lang niet altijd de kwalitatief hoogstaande content is die een gesprek op gang brengt. Op de Facebookpagina van Walmart leverde een foto van een kat gecombineerd met de tekst It's National Cat Appreciation Day, so like this if you love cats. 46.000 likes op en 2200 commentaren. De vraag van Coca-Cola, time for some tunes, what are you listening to right now, zorgt binnen een paar uur voor bijna 10.000 likes en 7.000 antwoorden. De meer dan 35 miljoen Coca-Cola vrienden op Facebook helpen daar natuurlijk bij, maar de toon, bijvoorbeeld een vraag in het geval van Coca-Cola, helpt ook. Het taalgebruik is weinig corporate, het is direct en uitnodigend en het spoort aan tot actie. De toon die lijkt te werken in sociale media doet denken aan dat inmiddels al wat oudere sociale medium en wat erover bekend is, namelijk de weblog. Onderzoek naar het gebruik van blogs door organisaties laat zien dat een open en uitnodigende toon ertoe bijdraagt dat een organisatie als meer interactief wordt ervaren. Minder negatieve emoties oproept en eerder aanleiding geeft tot identificatie met de organisatie. Onderzoek naar blogs laat verder zien dat de verhalende stijl die gebruikelijk is op blogs leidt tot positieve lezersreacties. Wie een blog van een organisatie leest in plaats van een bericht op een reguliere website, ervaart de organisatie als meer menselijk en als meer betrokken bij klanten. Zelf deden wij onderzoek naar het hanteren van het persoonlijk taalgebruik in crisiscommunicatie en in webcam en vonden dat persoonlijk geformuleerde versies van een boodschap tot veel positievere reacties leiden dan meer corporate geformuleerde reacties, meer formele reacties. Hoewel de boodschappen inhoudelijk niet van elkaar verschilden. Colliander en Dalen, twee Zweedse onderzoekers, vergeleken de overtuigingskracht van blogs met die van een online magazine. En ze vonden dat blogs overtuigender werden gevonden dan online magazines, vanwege de ervaren relatie en identificatie van de lezer met de schrijver van de blog. Dit onderstreept het menselijke en relationele karakter van sociale media. Een menselijk geluid in sociale media houdt van alles in dat niet corporate is. Openheid, humor, relativeringsvermogen en het toegeven van fouten horen doorgaans niet bij het arsenaal van de gemiddelde communicatie- of marketingmedewerker. Onderzoek naar blogs lijkt u aan te geven dat juist is wat werkt in sociale media en waarschijnlijk ook daarbuiten. Wanneer gecombineerd met content die een timing en een inhoud aansluit op wat er leeft binnen een online gemeenschap, zou dat een uninvited guest, een party crasher, in staat moeten stellen om een relatie op te bouwen met consumenten, net zoals relatiebladen dat eerder deden en nog steeds doen, in een offline omgeving. Deze leerstoel die aanvaard ik op het moment dat de domeinen van marketing en corporate communicatie sterk in beweging zijn. Die beweging is ontstaan vanwege de nieuwe mogelijkheden van consumenten om massaal bij elkaar te raden te gaan. Marketeers laten zij alleen toe wanneer ze iets te melden hebben dat relevant is in de brede zin van het woord.
Een houding die al jarenlang door de makers van custom media in praktijk wordt gebracht, namelijk het communiceren zonder te verkopen, functioneert nu als een leidraad voor het opereren binnen sociale media. Maar er komt veel nieuws bij. De regelmaat en het ritme van het bladenmaken maakt plaats voor de turbulentie die in sociale media aan de orde van de dag is. Het vraagt om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden en het is een voorrecht om daar in de komende jaren een bijdrage aan te mogen leveren. Ik hoop in mijn oratie duidelijk gemaakt te hebben hoe wankel de empirische basis is van wat we kunnen zeggen over oude, maar ook over nieuwe vormen van customer media. Ik zal niet de eerste hoogleraar zijn die pleit voor meer onderzoek, maar het belang hiervan lijkt me in dit geval evident. De focus van het onderzoek moet niet zozeer zijn al die nieuwe gadgets en technologieën, hoe verleidelijk ze ook zijn. Veel belangrijker is onderzoek naar de rol van interactie en van content in de relatie tussen merk en consument. Online interacties maken steeds groter deel uit van de merkervaringen die consumenten opdoen. De aard en de effecten van deze interacties en van de content die hiertoe aanleiding geeft, is belangrijker dan de technologie die dit alles mogelijk maakt. Dat uitgangspunt maakt het voor mij vandaag mogelijk om langer stil te staan bij relatiebladen dan bij tweets. Langer misschien dan sommigen van mij verwacht hadden. Ook in de komende jaren zal ik aandacht blijven besteden aan relatiebladen. In de Custom Media Effect Monitor is een schat aan data aanwezig die zicht kan geven op de rol van verschillende soorten content in lezerswaardering. Maar tegelijk is onderzoek nodig naar de vraag hoe interactie tussen merk en consument online op gang komt. Hoe content daaraan bijdraagt en hoe in deze interacties de relatie tussen merk en consument tot stand komt en verandert. Met als doel uiteindelijk een bijdrage te leveren aan kennis over die toch niet geheel nieuwe, maar wel erg actuele vorm van marketing die content marketing heet. Tot slot, van deze oratie een woord van dank. De rector Magnificus en de andere leden van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, de decaan van de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, dank ik voor mijn benoeming op deze leerstoel en het vertrouwen dat er deze benoeming spreekt. Jan de Ridder en Connie de Boer waren hoofd van de afdeling communicatiewetenschap vlak voor en vlak na mijn benoeming. Ook hen wil ik danken voor de rol die zij gespeeld hebben in mijn benoeming. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door de stichting Leerstoel Customer Media. Alle leden en sponsoren van de stichting wil ik dankzeggen. Zak van der Boom en Herbert Heij van Custom Media Council. Alec Bergsma van Media Partners. Jeroen Hemels van Hemels Publishers. Bert Jalink van de stichting Vrienden van het Vak. Bart Klein van Mediatest. Willem Koch van TT Post. Robert Levenleger van Biegelaar. Vincent Pijpers van Rabobank Nederland. Wim Tjabberinga van Smin. En Wouter Verkennis van Sanoma. Dank voor het mogelijk maken van deze leerstoel. Maar vooral ook voor de onderhoudende, leerzame, vaak pittige discussies die we voeren in de bestuursvergadering. Zak van der Boom en Herbert Heij van de Custom Media Council ben ik op nog allerlei andere manieren dankbaar. Ze zijn zeer belangrijk voor mij. Zak praat mij op belangrijke momenten bij over het vak waar hij zoveel van weet. En met Herbert regel ik vaak dingen en altijd op een aangename manier. Ik dank Jody Gele, Elneke Uitendaal voor een praktische ondersteuning van de leerstoel. Susanne de Bakker dank ik voor de keer dat ze mij heeft bijgepraat over de ins en outs van een custom media vak en voor haar onderzoek dat mij altijd goed van pas komt, ook vandaag weer. Zeer veel dank ben ik verschuldigd aan Edith Smit. Zij heeft, en dat heeft u vandaag gemerkt, het pad voor mij geëffend als eerste hoogleraar custom media. Als voorzitter van de sectie persuasieve communicatie binnen de afdeling communicatiewetenschap van de UvA geeft zij leiding aan een zeer bijzondere onderzoeksgroep. Fred Bronner, dank ik voor zijn rol in het tot stand komen van deze leerstoel en zijn rol in de benoemingscommissie en het curatorium. Peter Nijens voor het mede mogelijk maken van een printversie van deze oratie, maar ook voor zijn voortrekkersrol in onderzoek naar marketingcommunicatie in Nederland en daarbuiten. Door vele andere nieuwe collega's is het prettig werken binnen de afdeling communicatiewetenschap. Ik dank Guido van Noord en mijn kamergenoot Marjolein Moormans hebben ervoor gezorgd dat ik mij al snel thuis ben gaan voelen op de UvA. In de afgelopen anderhalf jaar was ik hoofd van de afdeling communicatiewetenschap aan de VU. Als kerstvers hoogleraar custom media aan de UvA. En een tijd lang zat ik ook nog met één been in het faculteitsbestuur van FSW aan de VU. Anton Hemerijk dank ik voor onze goede samenwerking in soms moeilijke tijden. Eerst binnen het faculteitsbestuur en daarna in de verhouding decaan-afdelingshoofd. Door zijn toedoen geleerd nu in VU-tijd van een sabbaticaljaar. Met Marianne Karsen heb ik in het faculteitsbestuur altijd erg prettig samengewerkt. En Karin Bijken was onmisbaar voor mijn functioneren als onderwijsportefeuillehouder. Mijn promotor Bert Klandermans heeft me niet alleen wetenschappelijk gevormd, maar daarna in zijn rol als decaan ook als bestuurder. Met Martin Tanis en Jan-Klein Nijenhuis vormde ik het afgelopen jaar het managementteam van de afdeling aan de VU. Martin bedank ik voor het bravoer en de kundigheid waarmee hij het onderwijsmanagement invult. Jan, omdat hij dit jaar mijn positie als afdelingshoofd waarneemt. Thilo Hartman voor zijn bereidheid om het MT te versterken dit jaar.
Corrie Hinkens en Monique Habets voor hun secretariële ondersteuning. Ik wil iedereen bedanken ook die heeft bijgedragen aan het onderzoek dat ik vandaag heb gepresenteerd. Alec Bergsma, Sebastian Beterams van Mediapartners, Marjolein van der Kolk, Alette van Asperen van de ING, Jacqueline Bon, Erik van der Groteveen van Nuon, Bart Klein, Saskia de Bruin, Michel de Graaf en Michiel Rotteveel van Mediatest. Bart en Michiel dank ik voor hun vertrouwen in de samenwerking met betrekking tot de Custom Media Effect Monitor. De afgelopen jaren als onderzoeker hadden er volledig anders uitgezien had ik niet getwitterd. Ik twitter met allemaal mensen die in de praktijk doen waar ik onderzoek naar verricht. Met mensen die daar misschien niet actief in zijn, maar er wel allerlei meningen over hebben. Mij danken zeer groot aan deze enorme groep van mensen. Mijn ouders, die hebben mij als Friese eerste generatie student, promovendus en hoogleraar, altijd zonder enige terughoudendheid ondersteund. Ze hebben mij bovendien vroeg genoeg op de wereld gezet om zelf bij deze oratie goede gezondheid aanwezig te kunnen zijn. Mijn dank is oneindig groot. Mijn dank is ook oneindig groot aan Hanna en Sascha en Katrien. Hanna en Sascha, dat jullie mij dag in dag uit blij maken met mijn leven. In de afgelopen weken vooral door meerdere keren per dag te vragen hoeveel woorden ik al had. Het zijn er 10.003 geworden, net 3 te veel. Katrien is een collega die ik zeer bewonder, maar bovenal de liefde van mijn leven. Dankzij, inderdaad. Ik heb gezegd.